Nu, Amerikanen zijn daar dol op, want Amerikanen vinden stambomen geweldig. Die stammen af van ja, Europese afstamming, soms Afrikaanse afstamming, Native American afstamming. Ze vinden het fantastisch om te zoeken bij wie ze allemaal verwant zijn. En die maken nu, er zijn nu hobbyist, stamboomliefhebbers, die maken een website, Jetmatch heet die, en je zet daar gewoon je eigen DNA publiek op en je vraagt aan iedereen, kom maar vergelijken, ik wil weten of je familie bent of niet. En er was een politieagent in Amerika deze zomer en die dacht, dat is boeiend. Want wij hebben nog wel redelijk wat DNA liggen van onopgeloste moordzaken. Zoals bijvoorbeeld de Golden State Killer. Seriemoordenaar actief in de jaren 70 en 80. Dit is zijn robotfoto, hij is nooit gevat. In de jaren 70 en 80 heeft hij 100 inbraken gepleegd, 50 verkrachtingen, 15 moorden. Heel vaak DNA gevonden, maar hem hebben ze nooit kunnen pakken. En dat, in de jaren 80 is die opeens van de radar verdwenen, geen misdaden meer gepleegd, nooit meer iets van gehoord. Maar het DNA hadden ze nog. Dus die politieagent dacht, dat is leuk, ik gooi dat eventjes op die website. En dan zat hij de volgende dag te wachten, hopelijk zit er een familielid op. Er zaten er 100 op. 100 profielen hadden een link. En bij die profielen staat ook geschreven hoe ver ze verwijderd zijn. Dus dan is het gewoon een puzzeltje oplossen. Dus van deze is 7 generaties verwijderd, deze 3. Cirkeltjes trekken, ze kwamen uit bij 1 persoon. Ze zijn 's nachts voor zijn deur gaan staan. Toen hij zijn vuilnis kwam buiten zetten, hebben ze een serviet uitgehaald. DNA van de serviet genomen, vergeleken met het DNA van de cold case. En de man is opgepakt. Joseph DiAngelo, 72 jaar oud, 40 jaar na zijn laatste misdaad, opgepakt op basis van dat DNA. Ze hebben jouw DNA niet nodig. Als je gehecht bent aan je privacy, bel eventjes rond naar de ruime familie om te vragen om alles mooi binnen te houden.